Goedendag. Een strak blauwe lucht achter mij. De zonnepanelen die maken overuren deze dagen. En ik zeg deze dagen, want de komende tijd gaat er nog heel weinig veranderen in het weerbeeld. Ja, ook prima weer natuurlijk om buiten te vertoeven. In de middag kan het zelfs wel erg warm gaan worden. Gaan we richting de 30 graden. Maar verder, zeker ook in de ochtend, heerlijk weer om bijvoorbeeld een stukje paard te gaan rijden. Ja, een hoge drukgebied ligt boven Centraal-Europa. Dat hoge drukgebied zorgt voor een zuidoostelijke stroming in onze omgeving. En voorlopig komt daar geen verandering in. We zien de storingen boven de Atlantische Oceaan. En verder wat wolkenvelden boven Groot-Brittannië. Maar boven Nederland is het zeer helder. En zien we alleen af en toe wat wolkensluiers voorbij schuiven. Dat is vandaag zo, dat is morgen zo. En eigenlijk is dat tot en met het weekeinde zo. En dat betekent dat de weerkaarten voor de komende dagen er zo uitzien. Heel veel zon, nauwelijks tot geen bewolking. En temperaturen tussen de 25 en 30 graden. Lokaal kan het zelfs in het zuiden en zuidoosten nog een graadje warmer worden. Echt tropische temperaturen, zo aan het begin van september. Die oost-zuidoostenwind die blijft er gewoon in staan. Ook woensdag is dat het geval. En dan wordt het op de meeste plaatsen nog wat warmer. Ik denk dat woensdag de warmste dag gaat worden van deze reeks. Veel zon, maar ook de dagen erna nog steeds temperaturen die boven de 25 graden gaan uitkomen. Ruim boven de 25 graden. Donderdag en vrijdag is dat het geval. Dan zien we ook weer die tropische waarden. En ook in het weekeinde is het nog steeds zeer warm. Of het dan nog tropisch gaat worden, dat is een beetje de vraag. We zien ook wat meer wolkenvelden ingetekend, maar dat zijn vooral hoge wolkenvelden. Zelfs de maandag ziet er nog zeer warm uit met die hoge temperaturen. Ja, en als we dan gaan rekenen, dan is de kans best wel aanwezig dat we aan het eind van de week kunnen spreken van een regionale hittegolf. Landelijk, dat wordt een beetje spannend, want dan moet het in de beeld in ieder geval ook 3 dagen tropisch worden. En dat is nog maar de vraag. En regionale hittegolven in september, die zijn vrij uniek. Sinds we meten in 1901 zijn er in totaal 5 regionale hittegolven geregistreerd. En u kunt zien dat dat vooral voor het binnenland was. Nou, kan nu dus weer gaan gebeuren. Ik hou er rekening mee. Brabant, Gelderland en ook Limburg, dat daar weer een hittegolf kan gaan komen aan het eind van de week. Dan gaan we eens even naar de windrichting kijken, want die warmte blijft voorlopig aanwezig. Tot en met het weekeinde zien we veel paarse tinten. Dat betekent oost- of zuidoostelijke winden. En dan langzaam maar zeker, na maandag gaan die paarse tinten verdwijnen. Komt er meer geel en oranje in. Dat betekent dat de kans op een west- of zuidwestelijke wind geleidelijk aan gaat toenemen. Wind kan zelfs ook nog eventjes zuidelijk worden. Dat betekent in ieder geval dat we dan in het temperatuurprofiel iets zien veranderen. Nou, dat komt mooi tot uiting in de pluim voor regio Midden. U moet zich voorstellen dat de zuidelijke pluimen nog wat warmer zijn. We zitten dus tegen die 30 graden aan de komende dagen in het midden van het land. En dan vanaf dinsdag duidelijk wat lagere temperaturen. En dan kan het ook wat wisselvalliger gaan worden. Nog een fijne dag.